Hi, ik ben Michelle en ik ga je vandaag laten zien hoe jij kan helpen van deze beker wc-papier te maken. Om de bekers te kunnen recyclen mag er absoluut geen ander afval bij zitten. Daarom is het belangrijk dat je je beker leeg weggooit, dus zonder deksel, zonder stokje, in de juiste afvalbak. Vanaf hier worden de bekers opgehaald. Vervolgens komen de bekers hier aan en worden ze tot balen geperst. Volgende stap, balen na de papierverwerker. En hier, in deze fabriek, worden de bekers tot pulp verwerkt. Per jaar worden er op stations zo'n 30 miljoen kartonnen wegwerpbekers gebruikt. Dat is grondstof voor ongeveer 500.000 rollen wc-papier. Nu weet jij hoe jij kan helpen om van deze beker wc-papier te maken.